vasthouden, anders verlies je. Zo, Mirjam en ik wandelen naar het kantoor. Het is ochtend, het is 10 uur of zo. Ja. En we gaan een cadeautje brengen aan Jane. We hebben iets heel leuks gevonden. Jane is heel bijzonder. En dat gaan we even aan me geven. Ik kan het niet filmen, want daar is het te privé voor, maar het is wel heel grappig. We hebben er nu al veel plezier van. Daarna gaan we ontbijten. Ondertussen zijn we hier natuurlijk met onze eigen boot. Dat houdt allemaal gedoe in. Dat betekent dat naast dat we hem gebruiken als hotel, tent, we natuurlijk straks ook gewoon weer gaan varen op de Golf van Biscayen. Dus Mirjam en ik hebben net een beetje zitten overleggen van goh, hoe gaan we dat nou doen? Hoe ziet het weer eruit? Wanneer gaan we weg? Hoe zit het eigenlijk met die orka's? Er lijkt niet heel veel wind te staan. Dus wat we gaan doen is we gaan in ieder geval eventjes aftanken. Dat gaan we eerst doen en dan gaan we vanmiddag gaan we weer een aantal interviews maken. Ja, en we hebben besloten om met de andere deelnemers... Mooie zonnebril heb je. ...weer gewoon terug richting Frankrijk te gaan. Oké. Okay. Dus we vertrekken zondag ook. We vertrekken zondag, dat is het plan in ieder geval. Vale, de brandstof zit erin en we hadden 5 liter diesel verbruikt sinds de sable, dus heel weinig. Mooi zuinig dieseltje. We hebben 47 liter diesel getankt, we hebben volle tank, dus we maken ongeveer 80 liter in totaal. We kunnen gewoon aan de overkant motor als het moet. Nou, gaan we niet doen, maar oké. Kan. Zo, we rennen niet continu over de steiger. Running and gunning, want we moeten die zooi ook allemaal weer opslaan. Dus het boot is nu even kantoor. Voor 15 minuten, dan gaan we weer. En dat is mijn associatie met en ik ben naar elke port waar slot commander delivered. Zo, we zijn klaar om te gaan. Jans doet zijn schoenen aan. Het neemt altijd veel tijd voordat je weer een keer op pad kunt gaan. Maar goed, dat is oké. Okay. And then we'll talk about it. So she's just really good. She's like, okay, if you think you can do it, you think you want to do it, she's behind me. And probably because you have traveled so much in life before, you are quite used to working together and running everything, the family and stuff, without We've breaking always been down. Able to divide and conquer without breaking down. Yeah. So the fact that if I disappear for a few weeks. It's never been a drama. Hey. Here. So we're on the boat of Captain Coconut, and Captain Coconut is sitting next to me. Hello, viewers. Dus het is heel fijn dat we hier zijn. Op dit moment drink ik een kop thee met Coconut of Mark Sinclair. And Johannes is preparing the cam. We zullen nog even een soundcheck doen en dan gaan we los. Oké. Oké, here we are. Zijn we weer. We zitten aan boord bij Simon Curran. Dat is een interessante boot. En het fijne is dat we hem een aantal dagen hebben mogen ontmoeten. En let's go. Het is 7:30, we hebben echt een paar leuke interviews opgenomen, dus dat wordt wel cool straks als we de totale documentary samen gaan stellen. En iedereen is al weg naar het farewell dinner, behalve één iemand. Dus alleen Tapio staat nog een beetje te prutsen. En
Ik vroeg, moet je niet naar het farewell dinner? Zei hij, nou ja, er was ook iets met een museumbezoek of zo. Ik vond mijn zeil toch echt belangrijker. Dus dat moet even gehesen worden. Kijken of dat goed gaat.